Zoals de reptielen in Reptile Zoo Iguana nu, trok een publieke executie vroeger veel bekijks. Zoals die van Don Pacheco in de 80-jarige oorlog. Ja, we staan hier op de locatie waar in 1572, mei 1572, de Spanjaard Don Pacheco is opgehangen door de watergeuzen. Daags nadat de Vlissingers de Spanjaarden de stad uit hadden gejaagd, kwam hij nietswetend hier aan land. Hij had een afspraak en hij werd meteen gevangen genomen. En hij wist totaal niet waarvoor, maar in die dagen na die Vlissingse opstand waren hier heel veel watergeuzen in de stad gekomen uit Holland. En dat waren vechtersbazen, terwijl die Vlissingers ja, die waren al tevreden dat die Spanjaarden waren verdwenen. En die watergeuzen gingen hem van alles beschuldigen, die Don Pacheco. Er wordt nu gezegd dat hij ook seks zou hebben gehad met minderjarigen en zo, maar ik geloof er allemaal niet zoveel van. Een van die watergeuzen, dat was Blois van Treslong. Die beweerde dat Pacheco zijn broer had vermoord. En dat was een andere beschuldiging. En ze dachten dat Pacheco een lijst bij zich had met watergeuzen en Vlissingers die vermoord moesten worden. En dat hij die lijst, toen hij gevangen werd genomen, had verfrommeld en verscheurd en had weggegooid. Dus het waren drie beschuldigingen die op geen enkele manier gestaafd konden worden. Maar hij werd wel in de gevangenis gegooid. En dat is hierachter. Het volk en de geuzen die vonden dat hij een straf moest krijgen die zo laag mogelijk in aanzien stond, omdat hij van zoveel slechte dingen werd beschuldigd. Dus uiteindelijk moest hij worden opgehangen. Men maakte in Vlissingen gebruik van de Middelburgse beul. Alleen Middelburg was nog bezet door de Spanjaard. Nou, wat te doen? Ze dachten, nou, in die gevangenis daar zitten nog een paar gevangenen. En er was er nog eentje. Het zijn van beul, dat kon hij eigenlijk niet aan zijn moeder vertellen. En zijn moeder zou dat een schande vinden, dus die weigerde eerst. En toen bleven ze aandringen. En toen zei hij, nou, ik doe het op één voorwaarde. Dat als iemand mij ooit daarop aankijkt, of mij daarom vernedert, dan mag ik die iemand doodmaken. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Die voorwaarde werd ingegaan. En toen werd dus een gevangene, een ex-gevangene, werd de beul van Don Pacheco.